En president Chandrika Prasad Santokhi, die vandaag zijn 62e jaardag viert, heeft zijn werk weer fysiek opgepakt. De president was op 24 januari positief getest op het COVID-19 virus en was in thuisquarantaine. Gedurende die periode heeft hij van huis uit het land bestuurd. Santokhi sprak vandaag bij de beëdiging van de nieuwe leden van het Centraal Hoofdstembureau over zijn gezondheidstoestand. Met de medische test en verklaring dat ik volledig genezen ben verklaard. Kan ik weer. De verklaring is ook afgegeven aan de communicatiedienst Suriname. Het is beschikbaar. Het is ook bestemd voor de samenleving. Dat de president weer gezond is en door mag gaan met het werk. Op het kabinet is er vanmorgen een dankdienst gehouden voor de president in verband met zijn jaardag.